Feit 1. Een kabelnetwerk is bijna helemaal van glasvezel. Glasvezelkabel bestaat uit ultradunne glasvezeldraden van 9 micrometer. Bij een HFC of kabelnetwerk gaat het verkeer voor 97% over glasvezel en alleen voor 3% het laatste stukje naar de huizen over coaxiaalkabel. Bij glasvezel- en kabelnetwerken worden de kabels verbonden door verdeelcentra en wijkcentra. In tegenstelling tot HFC bevatten DSL-netwerken veel minder glasvezel en hebben beduidend minder capaciteit en uitbreidingsmogelijkheden. Feit nummer 2. Een netwerk is nooit af. Een kabelnetwerk of HFC-netwerk ziet er vandaag de dag compleet anders uit dan 10 jaar geleden. Continu worden er nieuwe technieken en netwerkapparaten ingezet en worden er nieuwe diensten geïntroduceerd. Oude technieken en diensten worden juist weer verlaten. De capaciteit en de mogelijkheden van het HFC-netwerk zijn daarom niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. We kunnen stellig zeggen dat dit ook geldt wanneer we 10 jaar in de toekomst kijken. Continue innovatie garandeert een steeds krachtiger netwerk dat bestendig is voor de toekomst. Feit nummer 4. Steeds meer data over de kabel dankzij DOCSIS. DOCSIS is een techniek die het mogelijk maakt om data te vervoeren, het zogenaamde moduleren, op een aantal draaggolven in een kabel. DOCSIS maakt breedband internet over de kabel mogelijk. DOCSIS werd in 1997 ontwikkeld door Cable Labs in de Verenigde Staten. Het wordt continu doorontwikkeld. Met DOCSIS 3.0 kunnen meerdere draaggolven worden gebundeld, zodat meer data kan worden getransporteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan DOCSIS 3.1, waarmee met de nieuwste modulatietechnieken het mogelijk wordt om zo'n 10 gigabit per seconde te transporteren. Dit is revolutionair en zorgt ervoor dat kabel- of HFC-netwerken uitermate toekomstbestendig zijn. Feit nummer 8. De beeldkwaliteit van kabel is beter dan van glasvezel. Belangrijk bij een digitaal signaal is de kwaliteit van het digitaliseringsproces en de mate van compressie. Als genoeg samples op een draaggolf meegezonden worden, ontstaat een perfect signaal. Dat heeft niets met het type kabel te maken. In de praktijk is de beeldkwaliteit van kabel beter dan van glasvezel, omdat via kabel meer samples op een draaggolf worden meegezonden. De kabelbedrijven hebben nu en in de toekomst voldoende ruimte om superscherpe tv-programma's door te geven in HDTV, 3DTV en Ultra HD. Feit nummer 3. De kabel heeft een enorme bandbreedte. De bandbreedte van een aansluiting is de hoeveelheid draaggolven die er over kunnen gaan. De totale bandbreedte van een HFC-netwerk is ongeveer 1 gigahertz. Bij een HFC-netwerk wordt het signaal op een zodanige manier gecodeerd dat de feitelijke bandbreedte opgehoogd wordt. Dit proces heet modulatie. Dit proces kan nog heel ver opgerekt worden, zodat de limiet aan bandbreedte nog lang niet in zicht is. Op deze manier is de feitelijke bandbreedte rekbaar en meer afhankelijk van modems en verdeelcentra dan de gebruikte kabel zelf. Feit 5. Glasvezel is net zo snel als de kabel. Glasvezel en coaxkabel transporteren allebei het signaal met de snelheid van het licht. Dit betekent dat een signaal in 1 seconde 7 keer de aarde rondgaat. Dit kan alleen onder laboratoriumomstandigheden. In de praktijk gaat het signaal bij glasvezel per seconde 3 keer de aarde rond en bij coax 2,8 keer per seconde. Dit maakt in de praktijk geen enkel verschil. Feit 11. Kabel en glasvezel hebben de toekomst. De oude ADSL-lijn zit inmiddels in de laatste fase van zijn leven en wordt uitgefaseerd. Het HFC-netwerk blijft door innovatieve ontwikkelingen als DOCSIS, bundeling van kanalen, modulatie en schaalbaarheid springlevend. Snelheden van 10 gigabit liggen in het verschiet. Daarmee heeft HFC evenveel toekomstperspectief als glasvezel. Feit nummer 7. Zowel kabel als glasvezel maken gebruik van gedeelde verbindingen. De HFC-netwerken hebben wijkverdeelcentra die ervoor zorgen dat elk huishouden dezelfde snelheid houdt en distribueert deze naar gebruik per aansluiting. Zowel kabel- als glasvezelaansluitingen lopen één op één van een verdeelpunt naar de aangesloten huishoudens.
Alle telecommunicatienetwerken hebben een gedeeld karakter. Na de verdeelpunten komen de huisaansluitingen samen in gedeelde verbindingen. In de praktijk merkt de gebruiker daar niks van, omdat de capaciteit van deze zogenaamde backbone-kabels ruimschoots voldoende is. Ook wanneer meer huishoudens aan een netwerk worden gekoppeld. Feit nummer 9. De kabel werkt met versterkers, glasvezel niet. Laagfrequente signalen hebben een grotere reikwijdte dan hoogfrequente. Coax heeft hierdoor last van signaalverlies over langere afstanden. Glasvezel heeft hier veel minder last van. Om het verlies ongedaan te maken worden signaalversterkers ingezet. Een zogenaamde multitap-aansluiting zorgt ervoor dat elk huishouden een eigen aansluiting heeft en eenzelfde sterkte signaal, zonder van elkaar last te hebben. Feit nummer 6. Kabel en glasvezel hebben evenveel capaciteit. De capaciteit van een verbinding is vooral afhankelijk van het modem en verdeelcentra. Goede modems maken optimaal gebruik van of rekken de mogelijkheden van een kabel op, terwijl de mindere de zwakke schakel in het netwerk vormen. In de praktijk is er daarom voor de gebruiker geen verschil in de capaciteit tussen glasvezel en HFC-netwerk. Feit nummer 10. Geen vraag naar symmetrisch internet. Symmetrie betekent dat de download- en uploadsnelheid gelijk is. Zowel bij HFC als glasvezel kun je supersnel downloaden. Via glasvezel worden symmetrische abonnementen aangeboden. Hierbij is de upload gelijk aan de downloadsnelheid. Bij HFC zou dit ook kunnen, maar komt het in de praktijk niet voor, omdat bij HFC de verhouding tussen down- en uploadsnelheid is aangepast aan het gedrag van de consument. Dat gedrag is niet symmetrisch. Consumenten consumeren meer data dan ze produceren. Er is daarom zeer weinig vraag naar symmetrisch internet.